bij Dutch Comic Con. Dit is alweer de vierde editie en vanaf het begin is Gamerset er natuurlijk bij. En het wordt ook elk jaar groter. Vorig jaar waren hier 32.000 bezoekers en dit jaar moeten er nog meer bezoekers komen. En dat is niet gek ook als je hier rondloopt. Het is ongelooflijk druk. Maar wat gaan mensen hier dit jaar beleven? Nou, er zijn een aantal supervette acteurs. Wat dacht je van Katie Cassidy, die we natuurlijk allemaal kennen uit Arrow. Maar ook Dwight Schultz is hier, die, nou ja, ik, jaren 80, vooral ken van die A-team. Maar wat wij ons afvragen van Gamersnet, ben je nog wel uniek als geek? Want ja, steeds meer Comic-Cons komen op en ze worden ook steeds drukker. Vroeger waren wij natuurlijk echt unieke mensen op zolderkamertjes met videogames. Maar tegenwoordig is dat niet meer. Het is zo druk en daarom vragen wij ons af hoe bijzonder het eigenlijk nog wel is om een nerd of een geek te zijn. Wij gaan op onderzoek uit hier op Dutch Comic-Con. Ben je nog uniek als geek? Nou, ik heb hier twee mensen gevonden die volgens mij best wel uniek zijn. Wat is jouw naam? Kelvin. Kelvin, en wie ben je? Ik ben Astolfo van de anime Fate Apocrypha. Ja, als je het kent, dan ben je echt een held. En wat ben jij als verkleed? Pink Guy, dat is een YouTube persoon. Oké, nou ja, dat is super vet. De vraag is, ben je nog uniek als geek? Want kijk, we zitten hier op Dutch Comic Con, het is fucking druk. Iedereen doet er maar mee. Ben jij nog een beetje uniek of is dat de reden dat je zo gekleed bent? Nou, ik moet zeggen, De types die je hier soms rond ziet lopen, dat is natuurlijk wel een beetje apart. En ik moet me zeggen dat ik er wel thuis bij voel, maar echt uniek, dat weet ik niet zozeer. En vind je het jammer dat het, zeg maar, steeds meer een soort van mainstream is geworden, al die Comic-Cons? Had je liever dat dit nog een beetje underground was of ben je wel blij mee dat dit meer in die open is? Dat moet ik wel zeggen, dat kan ik van twee kanten bekijken. Want de ene keer kun je zeggen van als het wat minder populair is geweest, dan zou je zelf als cosplayer wat meer attention krijgen. Maar aan de andere kant, het is veel mainstreamer, dus veel meer mensen accepteren het. En dat maakt het ook wel gezelliger. Wat een super genuanceerd antwoord. En hoe is het om pink te zijn? Helemaal top. Nou, mooi. We hebben de eerste meningen winnen. Hartstikke goed. Ik voel me echt super kut. Hij stond echt super trots op mij zo te lachen en zo van... En ik wist totaal niet waarvan die was. Maar ik heb ook gelukkig geen 100 uur PUBG gespeeld. Je ziet er fucking awesome uit. En ik wil nu een high five met je pan. Wat is je naam? Ik ben Fabienne. Fabienne en zus Widowmaker. Ja, echt. Heb je dat wapen zelf gemaakt? Ja, het wapen is gemaakt door Mercy hier zo. Hi. Vet. Ja, we zijn hier natuurlijk op de Dutch Comic Con in Utrecht. En ja, het is de laatste jaren is het echt uitgegroeid tot een heel groot evenement. Steeds meer activiteiten en zo. Voel jij je nog wel uniek als geek in deze wereld van nerdy en geeky shit? Ja, ik denk het wel. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd, denk ik. Je komt iedereen tegen en hoe meer mensen je tegen kan komen, hoe leuker. Ja, zeker als cosplayer neem ik aan. Ja, zeker, ja. Maar je vindt het niet te mainstream worden? Nee, het is goed te doen. En anders kan je altijd nog naar de kleinere conventies, als je dat graag wil. Ja, dat is zeker waar. Dan kun je echt naar de underground rave parties. Verkleed als Shadow... Wie? Shadow? Widowmaker. Widowmaker, ja. Ik speel geen Overwatch, dus... Nee, maar super vette outfit en ja, neem je horden aan cosplayers mee. En veel plezier nog. Dankjewel. Ik sloeg net een modderfiguur. Alweer, net met PUBG ging het helemaal mis. En nu met de splice uit Bioshock Game die ik echt heel veel heb gespeeld. Jullie zien er werkt fantastisch uit. In hoeverre is het zelf gemaakt? De maskers zijn zelf gemaakt, de schmink heb ik zelf gemaakt, de haken en de accessoires zijn zelf gemaakt. De kleding is tweedehands gekocht en door mij vernield. En die tatoeage? Die tatoeage, dat is echt. Dat ja, is dat is wel echt. Tatoeage. We hebben een beetje een vraag van haar. We vragen ons af hoe uniek het nog is om een geek te zijn. Want het is natuurlijk allemaal best wel mainstream hier. Voel jij je nog bijzonder dat je hier rondloopt of vind je het eigenlijk bijna te... Ja, mainstream geworden, alles cosplay en zo. Ik vind het niet echt mainstream geworden. Ja, het is wel groter geworden. Ja, door juist een beetje iets te kiezen wat niet zo snel meer herkend wordt, distancieer je jezelf weer een stuk meer. Ja, dat is waar. En dat, op die manier zorgen wij er weer voor dat het weer wat unieker wordt om een geek te zijn. Ja, dat is absoluut waar. Hoeveel pijn om de lenzen? Valt wel mee. Bij mij is mijn oog gaan irriteren, dus... Dat is best wel... Oh, dus het is gewoon geen lens nu.
Het is gewoon zijn echte oog. Bijna wel, ja. Precies. Dan nog één vraagje, want ik was in totaal zat ik jullie niet bij Bioshock, maar jullie weten volgens mij ook niet uit welke game ik kom. Nee. Dan hebben we bij deze 1-1 gemaakt. Hoi, wat is jullie naam? Ik ben Ray. En ik ben Maarten. Comic-Con, het wordt natuurlijk steeds populairder en de geeky culture wordt natuurlijk steeds meer mainstream. Voelen jullie nog een beetje uniek tussen de geek? Nou, ik moet zeggen, weet je, iedere cosplay is sowieso uniek. Weet je, elke cosplay zit wel tijd en werk in, misschien in de meeste wat meer geld. Moet ik over mezelf praten. Maar het blijft nog steeds gewoon, het blow it up, zeg maar. Het is nog steeds echt een hype en het blijft nog steeds gewoon echt super tof. En ik vind het ook echt tof dat bijvoorbeeld Katie Cassidy, Manu Bennett, al die topacteurs, gewoon ook iemand uit die A-team, gewoon hier naartoe komt. Weet je wel? Ik bedoel, dat is ook niet niks, zeg maar. Nee, ja, dat doen ze inderdaad steeds beter. Want ja, dat trekt natuurlijk genoeg mensen. Ja. En ja, hoe zie jij dat? Voel jij nog een beetje uniek? Nou, ik voel me hier, iedereen is hier uniek. Iedereen is hier helemaal thuis op zijn plek. Dus ik voel me ook, kan helemaal mezelf zijn. Je hoeft je niet in te houden. En omdat het ook zo is, met populariteit, blijft de hype nog steeds groeien. En ik denk dat het daarom ook zo aantrekkelijk is voor mensen om hier naartoe te komen. Vinden jullie het niet erg dat het heel erg mainstream wordt tegenwoordig? Nee, het valt wel mee. Ik vind juist gewoon hoe drukker het is, eigenlijk hoe leuker. Weet je, dan zie je ook van, ik vind het ook gewoon leuk, dan komt iemand naar me toe van, joh, mag ik op de foto? Of zo'n klein kind van, mag ik op de foto? Is gewoon hartstikke gezellig, weet je. Iedereen is welkom. Mij betreft kom je uit Amerika om hier naartoe te gaan. Maakt mij echt niet uit. Hoe meer mainstream vind ik, hoe leuker het wordt. Super tof. En jij? Ja, natuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Alhoewel, ik moet wel zeggen, bij sommige paden is het wel echt persen, moet je ergens naartoe willen. Ja, dat hou je op een beurs inderdaad. Maar laten we hopen dat het inderdaad nog verder groeit en dat mensen ook activiteiten kunnen blijven doen. En dank jullie wel en veel plezier nog. GamersNet zat voordat heel veel andere mensen zaten. Welke tijd praten we over? Ja, dat weet ik niet, maar dat is in de tijd geweest dat... 19? Volgens mij vanaf 2002 of zo. Ja, bizar. Ja. En wij komen jou heel vaak tegen in dezelfde cosplay altijd. Ja, dat klopt. Dat is heel makkelijk, want dan heb je gewoon één keer iets gefixt. En dan kun je daarna gewoon bier drinken. Bier! Dat heb je ook al geduin, ruik ik. Oh, maar goed. Maar dat maakt niet uit. Maar wij stellen vragen aan iedereen en dat ja. is het uniek to be a geek tegenwoordig? Is het niet de mainstream allemaal dit? Nou, volgens mij hebben wij jaren geleden nog niet zo'n Comic-Con gehad als nu. En er komen ook steeds meer edities van, dus volgens mij wordt het steeds meer mainstream. Ja, maar vind je dat vervelend? Nee, natuurlijk niet. Waarom wel? Dat weet ik niet, omdat je geen special snowflake meer bent. Ja, maar dat ben ik sowieso niet. Nee, nou, ik vind jou wel een special snowflake. Ja, maar dat komt door mijn kapsel. Dat is waar, die doet niemand hierna. Dan kun je niet. Genoeg product in de wereld is er niet. Ja, goed, bedankt. Leuk je weer een keer gesproken te hebben. Leuk, bedankt Peter. En tot de volgende keer. Ja, en ik ben nu gegaan voor Link, want dat is ook alweer leuk. Net gekocht, super vet. En dit was hem dan, Dutch Comic Con 2018. Met de hoofdvraag, ben je nog steeds uniek als geek? En ja, de meeste mensen die hier in cosplay lopen, die vinden zichzelf toch best uniek. Ondanks dat het de 12e Arrow was en de 436e Widowmaker. Maar goed, lang verhaal kort, het was weer episch. Ongelooflijk veel mensen. En hier vieren we met z'n allen nerdy en geeky culture. En dat kan hier ook gewoon. En dat is ook wat mensen zo fijn vinden om hier te komen. Je bent gewoon lekker jezelf, hoe je ook verkleed bent, wat je hobby ook is. En dat is ook de reden dat wij elke keer graag terugkomen naar Dutch Comic Con. Kortom, volgend jaar zijn we er weer. En voor nu, wijs
bedankt voor het kijken. En laat ons ook vooral in de reacties weten wat jij vindt van Dutch Comic Con. En natuurlijk dit item. Tot snel.